Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Op pad met voordeeluitjes.nl, waar ik een bezoekje breng aan Witteberken Natuurhotel. Dit gastvrije 4-sterren familiehotel ligt aan de rand van Epe, midden in de Veluwse bossen. Natuur en comfort staan hier centraal en het hotel is dan ook een fantastisch uitgangspunt voor een actieve vakantie, omgeven door groen. Laten we gaan kijken. Je kunt bij dit hotel deze mooie deluxe kamers boeken. Er zijn deluxe kamers met terras en daarnaast is er een kamer met sauna, een familiekamer en op aanvraag zijn er enkele minder valide kamers aanwezig. Het mooie is dat alle kamers bijzonder stijlvol en modern zijn ingericht met elementen uit de natuur en de kleuren van de Veluwe. En het allerleukste is wel dat als je 's ochtends je gordijn open doet, je echt wakker wordt in de natuur. Als je tussen de middag even lekker wilt lunchen, zou ik je zeker aanraden om dat hier in de tuin van het hotel te doen. Je zit hier midden in de natuur, in het zonnetje of onder de parasol en je geniet hier van een heerlijke maaltijd. Bij Witteberken Natuurhotel helpen ze je graag verder om de prachtige natuur van de omgeving te ontdekken. Bij de receptie kun je vragen naar de vele wandel- en fietsroutes die de omgeving rijk is. Nou, mocht je je eigen fiets mee willen nemen, dan kun je deze hier overdekt en afgesloten stallen en er zijn oplaadpunten voor e-bikes. Mocht je nou niet je eigen fiets mee willen nemen, dan kun je er een huren bij het hotel of een mooie elektrische zoals deze. Ik sta hier bij Jan Willem. Jan Willem, jij bent in je vrije tijd een natuurgids, heb ik gehoord. Dat klopt. En jullie werken volgens mij veel samen met het hotel, toch? Ja, dat klopt. Kun je me iets vertellen over wat jullie dan zoal doen? Nou, wat ik samen met het hotel doe, is door de week in de avond de fietstochten organiseren hier door het gebied. En in de weekenden bijzondere tochten te fiets, op de mountainbike of te voet door het gebied rondom Epe op de Veluwe. En dat kunnen dit soort veengebieden zijn waar we doorheen gaan lopen. Maar het kunnen ook langere wildspuurtochten zijn in de bos- en kroondomein hier op zoek naar zwijnen, herten, wolven, noem maar op. Dat klinkt wel heel gaaf. En kun je misschien een beetje vertellen wat nou specifiek dit gebied zo uniek maakt? Dit gebied hier waar wij nu staan, dit gebied is het Wisselsveen heet dit. Dit gebied vormt eigenlijk de overgang tussen het Veluwe massief, wat is ontstaan in de ijstijd, en de IJssel, zoals rivier. Ja. En wat hier naar boven komt is het water wat allemaal op de Veluwe valt. Echt het grondwater wat hier uitkomt. En dit water zou normaal gesproken zijn weg vervolgen richting de IJssel. En wat wij hier hebben gedaan in Epe is verderop dit water afgevangen. Het gaat niet meer de IJssel in, we voeren het niet meer af. Maar we hergebruiken het weer door het later te infiltreren om weer terug te brengen in het grondwater. En uiteindelijk ons drinkwater van te maken. Dus feitelijk, het kopje koffie wat je in het hotel drinkt, wordt indirect gezet van het water wat hier naar boven komt. Het motto van dit hotel is ontdek en proef de natuur. Dat ontdekken hebben we vandaag gedaan en het proeven doe je hier 's avonds in het sfeervolle restaurant van het hotel. Ze koken hier voornamelijk met regionale producten en alles wordt vers bereid. En het leuke is dat als je bij voordeeluitjes.nl boekt, je er standaard een 3-gangen keuzemenu bij krijgt. Dus dat wordt culinair genieten.
met een heerlijk ontbijt in de tuin kwam mijn bezoek aan Witteberken Natuurhotel alweer tot een eind. Ik heb echt een fantastisch verblijf gehad in dit 4-sterren hotel. Je zit hier namelijk midden in de natuur. En het hotel is dan ook echt een aanrader voor buitengenieters en levensgenieters die van comfort houden. Lijkt dit jou wel wat? Kijk dan verder op onze website www.voordeeluitjes.nl. En ga erop uit!